Wat leuk dat je weer komt kijken bij een nieuw filmpje van Renske Creatief. Ik ga jullie in deze korte tutorial laten zien hoe je een koordje kan punniken. Dus niet kan breien of op de punnikmolen. Nou, dit is een hele ouderwetse punnikmolen. Die heb ik nog van toen ik klein was. Maar je kan dat dus ook haken doen. Nou, ik gebruik daar in dit geval scheepjes Mighty voor. Maar je kan heel veel garens ervoor gebruiken. Let er wel op dat het niet een te glad garen is, want dan is het wat lastiger. Nou, we beginnen met het maken van een schuifknoop. Dat doen we met beide draadjes tegelijk. Nu gaan we met één van de twee kleuren in het ringetje ervoor zorgen dat we drie lossen maken. Dan gaan we in die steken, dan doen we er één lusje ophalen. En in de volgende, en dan gaan we nog een lusje ophalen. Nou, voor het koordje is het belangrijk dat je in de gaten houdt hoe om je de draden pakt. Dus we gaan nu de volgende kleur pakken. Dat is het leukste. En je pakt hem altijd onderlangs. Dus die leg je naar achteren toe. En die ga je pakken. Je laat de eerste twee lusjes los. En je gaat een halve vaste ophalen. De volgende ook. Lusje ophalen. En in de volgende ook. Nu heb je het begin. Dan ga je dus die laten vallen. En dan pak je dit draadje op. Die moet dus zo er langs komen. Ga je weer twee lusjes loshalen. Ophalen. En je moet hier even een beetje vasthouden. Anders schieten je lusjes weg. Drie. Kijk, en nu zie je dat hij al een beetje op een gepunnen koordje gaat lijken. Je kan dit ook met 4, 5, 6, maar net zoveel als dat je wil doen. Maar voor de tutorial gebruik ik 3. Steeds insteken en het lusje oppakken. Steken en oppakken. Die laat je weer vallen en je pakt het andere draadje onderlangs. En op deze manier vormt er een heel leuk gepunnikt koordje die je kan gebruiken als afwerking of als basis voor een breiwerk of ja, je kan het voor van alles gebruiken. Een kettingje mee maken. Een sleutelhanger mee maken. Ja, van alles. En zo gaat het best heel vlot, al zeg ik het zelf. Steeds het lusje ophalen. Ben je nou klaar? Dan pak je een schaar. En je haalt hem in één keer door beide draden, door alle drie de lusjes heen. Hopsakee. En nu is je koordje klaar. Als je er iets aan trekt, dan trekt hij hem heel mooi rond. Kijk. En dan heb je een leuk koordje. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke korte tutorial vonden. Ik wil je weer bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer.